Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Vol Gas met Johnny. Vandaag gaan we rommelen. Ik heb rustig, volgens rustig. Kutcamera, weg met die camera man. Hey Joey, was er niet iemand die die bak wil uitzoeken man? Dit schiet toch niet op? Man. Volgens mij was dat Koen kijken man. Dat is Koen van Wijk, die wil voor 5 euro de hele Alma helemaal uitsorteren. Je bent gek, maar je mag het zeker doen. Kom naar de zaak. Maak een item over jou, met de allesbak, timelapse. Wordt helemaal gek, helemaal gek. Ik ben met de scooter bezig. Je voorkant hè, er zit veel schade man. Ja man. En je binnenkap is gebroken. Maar ik heb met Johnny gesproken. Checkie. En normaal gesproken, ga ik hem erbij pakken. Ik zit met een camera op mijn gezicht, dus ik ben een beetje gespannen. Ja wacht even man, rustig man, want een broodje ligt man. Normaal wordt het voor jou 999 euro. Alles bij elkaar. Later. Echt overleg met zijn moeder houden. Wat zei je? Ja, dat is wat zei man. Je spuugt het allemaal maar. Nee man. Jij hebt dat tegen mij zitten eten bent. Ja, wat zei hij nou? We hebben gewoon een gesprek. Ga met zijn moeder overleggen. Jullie aan de slag. Hey. Zeker dat het om mijn achterwiel rijdt. Pomper. Ja, jij bent de wielen weg. Dit is Jordi zijn scooter. Hij gaat een wielen trekken op het spuugpark. Wow. Een standaard scooter! Helemaal gek! Helemaal gek! Welkom in Lampion. Lampion. Please. Oké dan mensen, we staan hier in mijn hemel. Check mijn hemel. Hier. Ik ben er heel gelukkig van. Ik heb er gisteren allemaal ingekocht. Kappen met 1 pitje of krasje. Spikpint nieuw. Dan gaan we verkopen voor de massa. Maar let op. Dit is bijvoorbeeld van een Piaggio Newfly, maar ik heb ook dit. Wat een binnenschild van een Vespa Sprint. En het is... Ik zie de schade niet eens. Zie jij de schade? Waar? Nee. Ah! Bijna eten uit mijn mond halen. Oké, maar wat heb ik nog meer? Oh ja, zeker. Check deze. Van een zip. Hoe mooi is dat? En check. Hier staat de Thundersip. Fucking vet. Ook blij mee. Nieuwe Vespa. Sprintjes. Mooi hè. Voordat we de zaak sluiten elke dag, gaan we steeds naar de Vespa's toe. De IWCF en dan gaan we pas naar huis, want dit is wel belangrijk. Weet je wat? Ik ga het volgende met jullie doen. Het onderwerp van vandaag is een paar meest essentiële tools om je scooter te fixen. We gaan terug naar een andere zaak. Even daarvan verder. De taart even. Ik wil even laten zien wat de belangrijkste tools zijn. Ben je er klaar voor? Dit zijn de 5 belangrijkste tools. 1. De magneet. Erg belangrijk, want als je scooter laat vallen in je kappen, doe je gewoon dit. Snel jellen. En dan heb je de stof weer terug. Die moet voor het eten. Ga maar eten met rust. Nummer 2. Bij Praktisch kan je voor de meier zo'n set kopen. Deze set is eigenlijk open compleet. Er zijn dingen die je nooit zal gebruiken, zoals deze dop. Het zijn geen vrachtwagenmonteurs. Nee. Dus maar in ieder geval, set helemaal perfect. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Dopjes 10, in bestekjes, rateltje groot, rateltje klein. Nummer 3. Let op. De veren trekken. Hiermee kan je soeps naar je toe trekken als je zo hebt losgedraaid en als ze op een moeilijke hoek zitten. Maar ook trekveertjes, zoals in ons andere filmpje, trekveertjes vangen. Of de veer van een standaard. Daar is deze veren trekken echt perfect voor. Dus dat was nummer 3. Een heel belangrijk onderdeel, of stukken gereedschap, is natuurlijk de fruttelateur. Weet u nog wat de fruttelateur doet? Ga ik je laten zien. Daarom is stroom belangrijk. Hiermee kan je wielen los krijgen of krukkasmoeren of andere dingen die goed vastzitten en met een dop kan demonteren. Oh, dat heb je een mooie kraag. Kan ik jullie helpen? Kom je op de bij? Bel je net? Man bij het hond. Ja, de laatste van de 5. Heel belangrijk natuurlijk. Een thunderbako. Waarom is een thunderbako belangrijk? 1. Om standaarden rechter trekken. Let op, als je een standaard rechter trekt met een thunderbako, de kans op breken is aanwezig. En twee, je kan de koppelingen mee loskrijgen. Dit waren de 5 belangrijkste dingen die ik in mijn schuurtje al had. Want ik doe al 9 jaar te werken vanuit mijn schuur. Daarbuiten is er nog veel meer. Onder andere dit. De bandapparaat. Bankschroef. Belangrijk. Kom maar. Ringsteeksleutels. In alle soorten en maten. Torkjes. Schroevendraaiers. Een acculaatsstation voor meerdere accu's tegelijk. Inbedssleutels en tangen. Een timmerslagset. Dus een timmer. Een timmer is heel belangrijk. Deze timmer. Oké. Pijlen voor de scherpe kantjes eraf te krijgen. Een lage trekkerset. Wow. Amptangen. Amptangen voor ampjes. Boordjes. Slijptop. Zaag. Een tandenborstel. Ja, laat mijn tandenborstel met rust hoor. En zo mensen is er nog veel meer, maar dit is wel een beetje het belangrijkste. Lieve mensen, ik dank jullie voor het kijken naar Vol Gas met Johnny. Volg ons ook op YouTube en Facebook. En abonneer en like als je het leuk vindt natuurlijk. Dan doe je rustig. Je kan binnen staan, man. Rustig. Hey, rustig. Rustig, kinderen. De frame die mag de politie controleren. Dus de buddybakker uithalen en dan zie je de CD's zo zitten met de kabels eruit.